las ook in uw boek dat muziek intelligentie kan verbeteren, toch tijdelijk. Ik las iets over het Mozart-effect. Mm-hmm. Ja, is wel weer zo'n afgeleide, hè, van muziek maak je slimmer. Dus daar moeten we muziek op school hebben. Dat is een kruistocht die de afgelopen jaren gevoerd is. Het is een groot verhaal. Maar het belangrijkste is van muziek maken inderdaad, wat je is aantoonbaar. Er is een heel mooi onderzoek gedaan, aantoonbaar slimmer. Kinderen die een jaar lang muziekonderwijs krijgen en instrumenten spelen, die gaan een aantal stappen in het IQ, gaan ze hoger dan hun controlegroepen. Dus dat lijkt, muziek maken lijkt het effect te hebben. Maar het Mozart-effect is een studie uit de jaren 90, die laat zien dat je slim wordt van het luisteren naar muziek. En dat effect is heel vaak geprobeerd te repliceren en het lijkt ook op te treden bij Sibelius, maar ook bij allerlei popmuziek. Uiteindelijk blijkt het effect te zijn, is zorgvuldig uitgezocht, dat je van de muziek waar je veel van houdt, waar je blij van wordt, waar je opgewonden van wordt, dat je dat zeg maar die stemming veroorzaakt dat je tijdelijk slimmer wordt. Een paar IQ-stappen hoger op bepaalde mate. Dat effect verdwijnt weer naar een half uur. Maar ook als je zeg maar blij wordt van een banaan eten, dan is het even groot. Dus het Mozart-effect lijkt, suggereert, het komt door Mozart en Mozart maakt je slimmer. Nee. Goed lezen dat onderzoek. Het is die muziek waar je graag naar luistert, maakt dat je stemming verbetert. En die stemming verbetert is eigenlijk de oorzaak. Dus ja, in zekere zin vinden veel mensen van, oh jammer, want dat maakt nou dat muziek belangrijk is. En wederom is dan dat antwoord, ja, het maakt muziek belangrijk omdat we kennelijk slimmer worden belangrijk vinden. En niet dat we muziek belangrijk vinden. En dat is wat ik in mijn onderzoek probeer. Van waarom hebben wij nou muziek? En waarom is het nou zo belangrijk voor mij persoonlijk en voor een heleboel andere mensen, hoop ik. En waar komt dat nou door? Ja. Dat wil ik weten.